geschat met al. Ik was aan het repeteren voor een andere productie destijds. Jilly heette die. Over pleegzorg ging die. En ik kwam Marianne van Wijnkoop tegen in de kantine bij Focus toen nog. Dat bestond toen allemaal nog. En die zei, wil jij auditie doen voor Mama Morten? En toen heb ik auditie gedaan en toen was ik door naar de volgende ronde. Maar ik twijfelde enorm, want ik dacht, ik wist er helemaal niet waar ik aan begin met zo'n grote productie. Dus ik heb in totaal ook geloof ik 3 keer afgebeld. En Marianne werd echt wanhopig van me. En die belde iedere keer op, je bent echt heel favoriet, dus je moet echt komen. En uiteindelijk heeft ze me echt zover gekregen dat ik de finals deed. En toen had ik de rol. En ja, het is wel een van de mooiste producties die ik gedaan heb. Ja, ik vond het een hele sexy show, een heel kek, een heel wild. En dat vond ik er heel leuk aan. Het was allemaal heel snel. Heel de stad bruist weer van energie. Dat doet de jazz, je rolt je kans. Het was ook ijzig snel geregisseerd. En die regisseur was ook zo, het waren allemaal zulke bevlogen mensen. Dus ik heb er ongelooflijk goede herinneringen aan, omdat het een hele, mijn eerste grote productie bij Stage was. En ook nieuw in Nederland, de theatervorm was nieuw en Bob Fosse met choreografie was nieuw. Het was een grote eer om daarin te mogen staan. En ik speelde met Pia en Simone en Stanley. Waar is de tijd van mevrouw na u en gaat u voor? Ja, fijn. Ik stond tussen een soort topcast en ik kwam niet kijken binnen theater, maar wel binnen musical. Dus, het was voor mij een soort Walhalla en ik wist niet wat ik meemaakte. Het was op musical met veel dans en ik weet dat Anne Rankin kwam zelf nog bij me doorlopen kijken. Ja, dat was een soort godheid. Dus ik weet dat ik heel nerveus was steeds. Ik vond het heel spannend. En Joop kwam heel vaak kijken, dus dat was ook... Joop is er! Nou, dan was iedereen weer in de stress. En dat was ook terecht, want hij wilde de beste kwaliteit. Ja, de band met Simone die gaat dus al vanaf, die stamt uit de tijd van Chicago en daarvoor. En we hebben alle twee veel meegemaakt in ons leven en dat maakt ook een vriendschap veel sterker. Dus wij waren allemaal best wel jonge honden, dus we hadden echt vreselijk veel plezier. En we hadden Peter Rombouts, dat is een ontzettend lief vriend van mij geworden later. Die was ongelooflijke relnicht en die deed alles om ons aan het lachen te krijgen. En ik zat met Serge vaak, wij reisden met de trein. En Serge had altijd hapjes mee terug. Zeker op zondag na de matinee. Dan waren we s'avonds vrij en dan had hij witte wijn en tarama. Dus viskuit paté. En die maakte hele dinertjes en die kookte ook voor ons op zondag of zaterdag. En mijn ouders waren vroeger zijn naar Carré geweest, naar My Fair Lady. En die hadden een LP meegenomen toen, dus in de eind jaren 60, met Wim Sonneveld. En die LP die kreeg ik in mijn macht en die heb ik grijs gedraaid en toen dacht ik, dit wil ik. En ik weet nog dat ik op de middelbare school zat en op zo'n bonte avond Eliza Doolittle speelde met Wacht maar af Henry Higgins. Dat playbackte ik mee of dat zong ik mee. En toen zei er een docent Nederlands, toen was ik denk 14, van je moet naar de Kleinkunstacademie gaan, want dat is wel iets voor jou. En zo is het gekomen eigenlijk, maar musical was wel het eerste waar mijn hart naar uitging, ja.